Belangrijke berichten van bestuurders moeten 10 jaar bewaard worden. Dat geldt niet alleen voor e-mails, maar ook bijvoorbeeld voor uitingen via sociale media. Dat laatste is bij de gemeente Almere misgegaan toen er een nieuwe burgemeester kwam. Ieder jaar vasten moslims een maand lang tussen zonsopgang en zonsondergang. Alleen 's avonds en 's nachts wordt er gegeten. En omdat dat morgen van start gaat, was het vandaag extra druk in de winkels. En door Urkers werden ze verafschuwd. De groene stijgers om de vuurtoren. Na 1,5 jaar gaan ze eindelijk weg, want de renovatie van de toren is klaar. Het is woensdag 22 maart. Dit is Flevoland. Goedenavond. De gemeente Almere heeft ten onrechte de tweets van oud-waarnemend burgemeester Ank Bijleveld verwijderd. Het Twitter-account is opgeschoond na de installatie van de huidige burgemeester Hein van der Loo. Maar tweets verwijderen mag niet volgens de archiefwet. Belangrijke berichten van bestuurders moeten 10 jaar bewaard worden. Dat betekent dat alle e-mails of openbare uitingen, zoals tweets, gearchiveerd moeten worden. En daar is de gemeente Almere in de fout gegaan. Alle tweets van oud-burgemeester Ank Bijleveld zijn verwijderd. En Twitter heeft geen prullenbakfunctie, zoals bijvoorbeeld een mailaccount heeft. Hoogleraar Charles Jurgens van de Universiteit van Amsterdam zegt dat er uitzonderingen zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar de archiefwet onder valt, geeft aan dat het geldt voor officiële uitingen en handelingen, zodat je bijvoorbeeld als burger of journalist achteraf kunt kijken hoe een bepaald beleid tot stand gekomen is. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het officiële Twitter-account @BMAlmere inderdaad leeggemaakt is, zodat er een nieuwe start gemaakt kon worden na de installatie van burgemeester Hein van der Loo. Niet alle tweets uit de bestuursperiode van Ank Bijleveld zijn verdwenen. Zo zijn de berichten die destijds met het account zijn geliked nog wel zichtbaar. Het is niet voor het eerst dat Almere fouten maakt met de archiefwet. In het verleden zijn complete mailboxen van wethouders en managers gewist. En daarmee is ook belangrijke informatie verloren gegaan. Destijds zijn maatregelen genomen, maar 2 jaar geleden bleek dat mailboxen van bestuurders en topambtenaren over een periode van 13 jaar zijn verdwenen. 3 jaar geleden werd door de provincie verscherpt toezicht ingesteld. Toen bleek dat er veel mis was met de archivering van Almere. Volgens de provincie is het archiefbeheer van de gemeente nu redelijk adequaat, zoals bij Urk, Dronten en Noordoostpolder. Dat betekent dat het beheer voldoende is en het toezicht iets kan worden versoepeld. Eigenaren van weggeefkasten die de dupe worden van plunderaars kunnen daar weinig tegen doen. Dat beaamt de politie. De kastjes die hangen meestal aan de gevel van een huis en daar zitten levensmiddelen in, zoals een tube tandpasta of een blik soep, bedoeld voor mensen die het niet kunnen betalen. Afgelopen weekend hadden we aandacht voor geplunderde kasten in Noordoostpolder, maar ook in Almere buiten is het geregeld raak. En dat terwijl er duidelijk spelregels zijn. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden. Het komt zelfs voor dat ze midden in de nacht alles in één keer weghalen. Maar alles? Ja, alles. Het staat hier toch echt aangegeven. Etenswaar maximaal 3 stuks. Dat zien we hier bij een kastje. Is dat een wet? Is dat echt een regel? Het is niet een wet, maar het is een huishoudelijk reglement. Net zoals dat je bij een club een huishoudelijk reglement hebt. En mensen dienen zich daaraan te houden. Wie dat niet doet bij deze weggeefkast in Almere, wordt gefilmd. En we hebben dus degene die alles hebben meegenomen, hebben op beeld staan. Maar u mag daar niks mee? Nee. Dat heeft met privacy te maken, maar ook met iets anders. Volgens de politie kan er op basis van eigen huisregels niet gehandhaafd worden. En in dit geval wordt duidelijk aangegeven dat iemand afstand doet van de spullen. Maar er is nog wel iets anders mogelijk. We mogen er wat mee als we een naam weten of een kenteken. Wat de politie in dit geval nog wel kan doen, is iemand aanspreken op zijn gedrag. Ja, om daarmee aan te geven dat we er wel op letten en dat we het zien. En dat we ook dan echt mensen op zullen aanspreken op het moment als we er echt bij zijn. Op meerdere plekken in Flevoland zijn weggeefkasten die worden geplunderd. De meeste initiatiefnemers willen daar niets over zeggen. Niet iedereen is even blij met het feit dat je er aandacht aan schenkt. Maar ja, wij zijn gewoon open en eerlijk. Wat er gebeurt, positieve, maar ook de negatieve dingen, ja, we geven daar aandacht aan. En op die manier proberen we toch ook de regels en de mensen op elkaar te letten. Dat als iemand wat extra's leeg had, dat een ander dan ook die daar staat zegt van dat zijn niet de regels. Bij deze weggeefkast in Almere komen dagelijks tussen de 70 en 100 mensen.
Intussen weten de bezoekers wat er speelt. Als ik het weet wie het is en ik kan ze, dan ga ik erheen. Want dan ga ik zeggen van dit kan je niet maken, want dat vind ik heel erg. U gaat met ze in gesprek als u weet wie het is. Ja, ik zal heus wel met ze in gesprek gaan hoor. Echt niet. Ja. Het gaat vooral om eten, begrijp ik. Maar dat kunnen ook mensen zijn die het misschien wel heel hard nodig hebben. Ja, hele kisten spersiebonen heb je heel hard nodig. En alle weggeefkasten leegroven. Nou, dat heb je niet nodig. Dat kan je niet maken. Ja. Dat is toch zonde? Ja. Gaat het hele initiatief misschien weg? Dat is gewoon jammer. Ja. Het is juist belangrijk dat het er is. We moeten blij wezen met zulke mensen die dat doen. Wel. Straks zeg ik stop ermee, want het gaat niet meer. De familie Engel wil het de plunderaars toch wat moeilijker gaan maken. Er komt een andere kast met een deur die van 10 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends op slot zit. In Almere was het druk bij islamitische bakkers, slagers en supermarkten. Moslims deden de laatste inkopen voor de Ramadan die morgen begint. Ja, het is zeker drukker dan normaal. Mensen beginnen met het inkopen van de Ramadan. Meestal 1 week voor de Ramadan. Het is normaal heel druk, maar deze week is het extra druk. Kopen moslims dan ook extra lekker eten? Ja, dat klopt. Kipfilet, honing, sesamzaad, kokospoeder voor de koekjes na het iftar. Thee natuurlijk, fruit, heel veel fruit. Voor moslims is de Ramadan een heilige maand van bezinning, waarin van zonsopgang tot zonsondergang wordt gevast. Ook wordt er meer gebeden en is er extra aandacht voor verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Dag meneer, net inkopen gedaan voor de Ramadan. Heeft u dan nog extra lekkere dingen gekocht? Ja, tuurlijk. Ik heb een paar dingen extra, zeg maar. Als bijvoorbeeld nootje. Maar Ramadan is als normale dagen, zeg maar. We eten niet te veel. Maar toch, we gaan zeg maar heel veel dingen extra kopen. Ja. Lekkere dingen maken. Ja, lekkere dingen maken. Ja. Dag mevrouw, u heeft net lekker boodschappen gedaan voor de Ramadan. Heeft u nog extra lekkere dingen gekocht? Ja, wat een paar koekjes en dadels. Ja. Van alles, van een klein beetje. Gaat u dan ook tijdens de Ramadan elke avond extra lekkere dingen koken? Ja, dat hoort bij Ramadan, hè? Ja. Is er dan zoals vandaag in zo'n supermarkt dan nog een andere sfeer? Dat mensen denken, ah, het is weer Ramadan? Ja hoor. Ja, dat zie je allemaal zo druk. Ja, we hadden verwacht dat vandaag gaat beginnen, maar gelukkig niet. We kunnen meer boodschappen doen en andere dingen kopen. Ja, volgens mij jawel, ja hoor. Het is heel gezellig, leuk, maand. Fijne Ramadan. Dankjewel. Toch is Ramadan meer dan alleen eten. Vele mensen denken alleen dat Ramadan zijn dag niet eten, maar het gaat ook over liefdadigheid. Ja. De buren worden verwend met lekkernijen, eten, armere gezinnen. Dat allemaal hoort erbij. Het vasten stopt 's avonds met een kort gebed, een glas melk en een dadel. Na het vasten volgt de iftar, oftewel een maaltijd. Na de Ramadan volgt het suikerfeest dat wordt gevierd met familie en vrienden. In Nederland eindigt de Ramadan op 20 april. VVD-gemeenteraadslid Danielle van der Raad uit Lelystad is zeer ontevreden over de partijtop in Den Haag. Dat blijkt uit een brandbrief die ze heeft geschreven aan onder andere partijleider Mark Rutte. Van der Raad schrijft dat bij de verkiezingen duidelijk zichtbaar is geworden hoe verdeeld Nederland is. In de brief staat dat er binnen de VVD de verbinding ontbreekt tussen de top in Den Haag, de leden en de kiezers. Er lijkt een kloof te zijn tussen de top en de leden. Er wordt niet goed geluisterd. Er wordt niet goed geluisterd naar jongeren onder andere. En er wordt ook veel te weinig gebruik gemaakt van de kennis en kunde binnen de partij. Sinds wanneer speelt deze situatie zich af binnen de partij? Ik denk dat al een geruime tijd zich afspeelt. En dat het niet de eerste keer is dat dit geluid naar voren komt. Wat was voor u de aanleiding om deze brief te schrijven? De uitslag van de verkiezingen van de afgelopen 15 maart... Daar was verdeeldheid te zien onder de kiezers en ook een verdeeldheid tussen de Randstad en het platteland. En dat heeft mij doen besluiten om een brief op te gaan stellen in samenspraak met mijn mede-VVD-leden. De digitale brief is inmiddels ondertekend door ruim 100 VVD-politici uit heel Nederland. Ziekenhuispersoneel gaat opnieuw staken voor een betere cao. Vorige week waren er al acties in veel ziekenhuizen, maar dit had volgens vakbond FNV niet het gewenste effect. Daarom zal er volgende keer nog meer ziekenhuispersoneel meedoen. De staking zal halverwege april zijn. Wanneer en waar er precies gestaakt wordt, maakt de vakbond pas eind maart bekend, omdat ziekenhuizen er anders te makkelijk omheen kunnen plannen. In Sint-Jansdal werden vorige week alle niet spoedeisende operaties afgezegd, omdat er volgens de zondagsdienst werd gewerkt. In het Flevo ziekenhuis was er een sit-in.
Gedeputeerde Michiel Rijsperman stopt met zijn bestuurlijke functie in het provinciehuis. Rijsperman is 8 jaar gedeputeerde geweest. Daarvoor was hij 4 jaar fractievoorzitter van D66. De grote opknapbeurt die nodig is voor zwembad Het Bun op Urk valt waarschijnlijk goedkoper uit dan geraamd. Dat zei wethouder Brouwer gisteravond. Om aan de veiligheidseisen te blijven voldoen, moeten onder meer de constructie en het dak aangepakt worden. Alle partijen van de gemeenteraad zijn het erover eens dat een opknapbeurt nodig is. Hij is weer in volle glorie te bewonderen, de vuurtoren van Urk. 1,5 jaar lang stonden er bouwstijgers rond het lichtbaken, maar deze week worden de stellages eindelijk afgebroken. We zagen hem eigenlijk niet meer en hij hoort bij ons. Dus als Urkers heel blij. De ruim 18 meter hoge vuurtoren is eigendom van Rijkswaterstaat. Die had opdracht gegeven voor de renovatie van de toren. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de werkzaamheden nog voor vorig jaar zomer zouden worden afgerond. Maar onder meer door het aantreffen van het kankerverwekkende metaal chroom 6 liep de renovatie vertraging op. Het allerbelangrijkste was de muurankers die moesten worden geconserveerd. Die waren aan het roesten, waardoor er scheuren in de muren kwamen. En dat tast echt de basis, de constructie van het gebouw aan. Dus die moesten allemaal uitgehakt worden. Ja, daarnaast moesten natuurlijk prachtig mooi geschilderd worden. Omdat Renze Bakker onder de vuurtoren woont, had de vertraging ook gevolgen voor hemzelf en zijn gezin. Zo had hij bijvoorbeeld geen privacy als hij zomers in zijn tuin wilde zitten. We hebben natuurlijk wel last gehad van het geluid ook, wat het heeft veroorzaakt. Al die ankers moesten uitgeboord worden. Voor de rest is het natuurlijk ook zo dat je je straat dan niet kan gebruiken. Maar met het doel voor ogen dat hij weer helemaal up-to-date zou worden, hebben we dat gewoon voor lief genomen. Maar ook de rest van het dorp wilde het zicht op de vuurtoren maar wat graag weer terug. Als mensen een rondje deden over Urk, dan was ook de standaardopmerking hoe lang duurt het nog en wat lelijk op deze manier. Dus na 1,5 jaar zijn we dan ook echt eraan toe dat dit weer gewoon is zoals het was. In april worden de deuren van de vuurtoren weer geopend voor het publiek. De officiële feestelijke heropening zal plaatsvinden op 12 mei. De vlag gaat uit, de slingers worden opgehangen, dus zeker weten, ja, wordt een feestje. Hoe kan je gezond en gelukkig ouder worden in Lelystad? Dat was het thema tijdens een speciale avond die gemeenteraadsleden in woonzorgcentrum Hansborg hebben georganiseerd. En er kwamen tientallen ouderen op af die wel een wensenlijstje hadden. Voor mij is het van belang dat ik zeg maar dat er een woning is met een tuintje. Mijn vrouw wil ook graag een woning met een tuintje. Veel behoefte is er aan bepaalde woonruimte. Op jezelf, als echtpaar of in een woongroep. In een groep met mensen die hetzelfde willen als ik. Waar je contact kunt leggen, waar je een gemeenschap hebt. Waar je elkaar kunt helpen als het nodig is. Waar je naar elkaar om kunt kijken. En ja, als je dat voor elkaar hebt, dan word je vanzelf gezond oud. Ik denk dat de oude generatie heel veel voor de jongeren kan betekenen en vice versa. Dus wonen in een omgeving waar je wat voor jonge mensen kan betekenen, of voor kwetsbare mensen, waar ze wat voor jou kunnen betekenen, waar je elkaar ziet, dat is voor mij heel belangrijk. En sommigen komen met een concreet plan. Ik woon in de Westergo 2 en daar heb je de Landstrekenwijk en daar staan een paar mooie grote flats. Dat zijn seniorenflats. En er wonen nog aardig wat senioren bij ons in de buurt. En ik ben nu een tijdje in Spanje geweest en dat was elke dag jeu de boel. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En je krijgt wat meer interactie, je krijgt wat meer contact in de buurt. Ik heb er een hele mooie locatie voor. Ik heb het net aan de wethouder en aan Sjaak laten zien. Van joh, ik heb een hele mooie locatie. Er ligt daar een jeu de boelbaan aan. En we gaan gelijk een jeu de boel met alle senioren bij ons in de buurt. En daar heeft wethouder Sjaak Kruis wel oren naar. Nou, ik vind het geweldig. Laat mensen alsjeblieft met hun ideeën komen. En ik heb tegen die meneer van die Jeu de Boelbaan ook kunnen zeggen dat wij een prachtig programmaatje hebben. Dat heet Mensen maken de buurt. Waar mensen met dat soort initiatieven terecht kunnen. En wat op een hele laagdrempelige manier vaak ook gerealiseerd kan worden. Toegankelijke politici die laagdrempelig zijn aan te spreken. Dat is het idee achter de zogeheten buitenraad. Gemeenteraadsleden komen naar je toe. Rob Ros, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Lelystad, kijkt tevreden terug op de themaavond over gezond en gelukkig ouder worden. Het leeft. Heel veel mensen die hebben ook allerlei voorbeelden waar ze het over willen hebben. Dus ik denk dat we vanavond zien dat dit de mensen raakt. Hè? En dat ze hier ook met ons over in gesprek willen.
Dus ik denk dat het een hele goede keuze is geweest om dit onderwerp te kiezen. En er werd ook aangegeven dat de vergrijzing inderdaad, nou, de komende jaren wordt dat natuurlijk nog groter. Des te belangrijker om te zorgen dat iedereen gezond en gelukkig blijft. Ja, we gaan richting 2030. Dan is 1 op de 4 Nederlanders is 65 plus. Nou, en als je daar even over nadenkt, dan kan je dus ook bedenken dat je daar wel rekening mee moet houden bij alles wat we gaan doen de komende tijd. Trainers en leiders van voetbalvereniging Unicum uit Lelystad kregen gisteravond een theatervoorstelling over diversiteit en inclusie. In de sportkantine van de club ging de voorstelling over incidenten die op het veld kunnen plaatsvinden. Lekker! Lekker! Oh, lekker, lekker, lekker! Corner, corner! Pasen, pasen! Pasen dan! Dik die dikke! Pak die rode! Pak die rode! Ik dacht dat flikkers beter zijn met ballen. Lijkt hier wel vrouwenvoetbal. Rennen zwart Piet, rennen zwart Piet. We willen graag dat vooral de club nadenkt over hoe willen we hiermee omgaan, wat willen we uitstralen. Dat ze met elkaar in gesprek gaan over ervaringen rondom discriminatie op het voetbalveld of op andere sportclubs. En dat je alvast met elkaar bedenkt hoe gaan we daarmee om. Hoe kunnen we dat voorkomen, hoe kunnen we een club creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. En waar iedereen zich ook durft uit te spreken als ze ongelijk behandeld worden. Wie roept er wel eens homo naar iemand op het veld? Ik denk dat het goed is voor de beleving en gewoon het functioneren als club dat je discriminatie zoveel mogelijk beperkt. Wat heb je eraan gehad aan zo'n avond? Ik denk dat de voorbeelden die gegeven zijn, dat zijn toch vaak voorbeelden die sluimerend aanwezig zijn. Dat je niet altijd ziet dat het gebeurt en dat het gewoon belangrijk is dat er aandacht voor is. Zeg, we zijn nog geen 5 minuten bezig en die moslim begint al te dreigen hier. Zeg, kijk niet zo. Hoe? Nou, agressief, bedreigend, alsof je iets van me gaat stelen. Doordat je zo'n avond organiseert, doordat je zegt van hey, wij vinden dit een belangrijk onderwerp. Wij vinden dat we hier aandacht aan moeten besteden. Laat je al heel duidelijk zien aan al je leden, aan je trainers, aan je voetballers. Dat ze bij jou terecht kunnen, dat ze bij jouw club terecht kunnen om het daarover te hebben met elkaar. Dus ik denk dat dit juist al een heel goed eerste begin is om daar aandacht aan te besteden. In mijn ooghoek zag ik een medewerker me zitten aan te kijken alsof ik iets ga stelen. Zeg, wel betalen vriend. Je bent zelf ook betrokken bij het jeugdvoetbal hier van VV Unicum. Wat maak je dan zo al mee? Ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons in het team en langs de kant meevalt. Maar ja, er wordt natuurlijk wel eens wat geroepen en geschreeuwd. En dat is af en toe ja, niet wat je graag wil horen. Dat werkt ook niet stimulerend voor je team en voor de jongens. Ik hoop dat we allemaal samen op gras of plein, joods, bek, trans of klein, verschillend kunnen zijn. En dit was Flevoland voor vandaag. Morgen zijn we er alweer vanaf 6 uur op Radio en TV met Leo en Bastiaan. En natuurlijk kun je het nieuws ook blijven volgen via onze website en onze gratis app. Voor nu een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.